Oké, wat ik dus verstond. Je moet zwaaien naar de camera. Hallo allemaal, super leuk als je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hier op Mitty. Jawel, dames en heren, het is eindelijk, en ik kan het ook wel zeggen, eindelijk mooi weer buiten. Jawel. Kijk eens aan, het zonnetje schijnt gewoon super, super lekker. En nu dacht ik van, nu het zonnetje schijnt, gaan we er natuurlijk wel eventjes lekker gebruik van maken. We gaan vandaag eerst even snak even Elmore brengen, want die gaat een week naar het pension, of tenminste 4 dagen. Dus ik heb zijn kooitje alweer klaarstaan. Ik weet dat hij dit niet heel erg leuk gaat vinden, maar het is niet anders, het moet alweer gebeuren. Ik kan Elmore niet thuis laten als ik zelf wegga, dus ja, we gaan Elmore straks even wegbrengen en dan gaan we daarna, komt mijn zus hier. En dan gaan we denken van wat leuk zijn, gewoon even chillen. Dus wacht. Ik heb een leuk idee. Wat nou, want dat is al super lang geleden. Wat nou als we de crosspad challenge gaan doen? Dat is wel fijn, dat hebben we al heel lang niet meer gedaan. Dus wat nou als we in deze laatste vlog, voordat we naar de Efteling gaan, nog eventjes lekker de crosspad challenge gaan doen? Dat lijkt me wel vet. Ik denk dat ook wel een leuk idee is. Maar eerst even Elmo mag brengen. Zo. Nou, Elmootje is inmiddels weg en dat is inderdaad een heel stukje rustiger. Is het serieus met de bal? De crossbar challenge. En doen we een lekker woordje. Wat ga je nou dom lopen lachen dan? Nou goed, we gaan dus de crossbar challenge doen. Dat doen we niet hier. Doen we buiten. Dus, go. Zo, nou, we lopen inmiddels even lekker naar. Doe dat niet zo irritant. Ja, halen. Doei. Nou, we zijn inmiddels dus even onderweg naar dit pleintje hier zo. En we horen heel veel muziek, dus we denken, waar komt het vandaan? Maar het is waarschijnlijk bij zo'n bejaardenhuis. Dan weet je een beetje hoe het gaat, maar je anders schrik bejaard bent. Ah, je bek jij. Nee, weet je wat het is? Er is een bejaardenhuis daar zo. En dan, dan in deze moeilijke tijden willen ze natuurlijk altijd wat leuks doen voor de bejaarden. Dus dan doen ze dat op die manier. Leuk, leuk bedacht. Eindelijk is een keertje mooi weer. Nou, dit is wel lang geleden hoor. Eindelijk gaan we eens even lekker een keertje, ja, hoe noemen we dat, crossbar challenge. En dan met één bal. En dan gewoon kijken wie het vaakst naar binnen komt. Nou, zoals jullie dus al zien, vooral horen en zien, we gaan dus de proberen om erin te schieten doen. Kom op! Ja. Nee. Tomme! 1-0. Kan ik hem ook op zijn kop tegenhouden? Dat weet ik niet. Kom maar. Nee, je moet wat hoger. Fuck. Hoger? Auw, dan stond ik op mijn kop aan. Nog een keer. Ik kan ook echt niet schieten. Jij. Dat was bijna tussen mijn kokosnoten. Dat hield je dan bij je zo, hè? Nee. Oh, dat is 1. Jammer, joh. Nee. Oh my god. Oké, nu mag ik. En ik schiet hem gelijk erin. Let maar op. 3, 2, 1. Komt-ie. Wauw. Kijk, deze gaat erin. Wat? Nou, dit was een stukje bal schoppen. Of veel was, geen idee, maar het was grappig. Oké, en het volgende wat we eventjes gaan doen is stoepranden. En wat het is, het houdt in dat je met een bal gaat zitten gooien tegen de rand aan. En als die raakt, dan heb je gewonnen. Dus ouwe tante, kom maar. Oké, tante Paul, komt u maar. Stoeprandje raken. Ja, te ver weg. Oh, jij bent het. Mag ik er wel langs lopen en zo? Ja, tuurlijk. Oh, tussen mijn benen. Ik denk heel verkeerd. Oh, dit mag je natuurlijk. Oh, hoe dan? Dames en heren, het spel is afgelopen. Op een of andere rare manier. Wint dat stuk. Oké, nou, dat was het dan. Dan gaan we nu maar terug naar huis. Het is bloed warm, dus ik heb het ook een beetje gezien, moet ik zeggen. Dus aan de ene kant ben ik ook wel blij dat het weer voorbij is. Aan de andere kant, ik ga je nog terugpakken. Komt goed. Sowieso. Dit gaan we niet ongezien voorbij laten komen. Dit. Echt wel. Ik heb het gewonnen. Nou, weet je wat? Ik zie je zo thuis weer, jongens. Want... Ja, wat moet jij er ook nog even mee?
tot straks. Oké, okay, we lopen eventjes langs om te kijken wat het is, dat muziekgeval. Maar waarschijnlijk is dat inderdaad gewoon iets met corona te maken heeft dat ze dan... Hier, pannenkoek! Ik denk, we hoorden je muziek, dus we dachten, we gaan hier eventjes kijken. Ja, dit wel. Ik wil je niks zingen, hè? Wat? Wat? Ja, wat je hoort mij wel. Hè? Miranda's? Ja, hi. Ja, hi. Maar wat was je muziekje achter dan? Dat was een Moertjesdag. Hoe? Moertjesdag. Wat voor dag? Ja, dat ben Andries nodig. Ja, de Moertjes. Verstond ik dat nou goed? Ik kom van jou. Kom je zo even op terug, jongens. Kom je zo even op terug. Oké, wat ik dus verstond is dat... kan ik het zeggen? Moertjes. Hallo, ik heb er moeite mee en jij loopt het hier zo uit te spreken. Dat ze dus dat die dag hadden bij de bejaardenhuis, maar ik weet het niet zeker. Ik ga er verder ook niet naar vragen, want het klinkt zo raar, maar ik verstond zoiets. Het zal vast niet, maar ik versta de laatste tijd al meerdere dingen. Hoe dan ook, laten we maar eens even lekker gaan eten halen, want ja, voor de volgende reis naar Kaatsheuvel moeten we wel even wat eten meenemen. En het is warm, dus kun je ondertussen een stukje lopen. En weet je wat nou leuk is, dames en heren? Ik moet even boodschappen doen. En ik kan al lekker op de fiets zitten. Miranda kan het niet. Dus lekker chill zeg. Ha, lekker chill. Ik niet, ik heb hem al. Nou, dat is ook heel mooi gefixt. Oké, we zijn weer thuis. En ik moet even gauw dat goed gaan maken. Want mijn zus kan tot 1 uur en daarna moet ik gewoon alweer wegbrengen. Dus vlug even eten. En go. En ja, dames en heren, even een ding. Die foto van net van Elmer zag er natuurlijk een beetje zinnig uit in een kooitje die ik gemaakt had. Maar ik heb al gezegd tegen dat pension van niet Elmer blijft niet de hele week in een kooi zitten. Want dat vind ik zinnig, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar het is gewoon eventjes voor nu even goed. Maar ik heb ook al tegen het dierenpension nadrukkelijk gezegd van ik wil een beetje dat je even een dagje zo even in een kooitje doet. Dat vind ik al zinnig, maar oké, ik kan ermee door. Maar hij gaat niet de hele week in een kooi, want dat wil ik gewoon niet hebben. Dat vind ik gewoon snuf voor hem. Hij kan prima lopen, hij heeft alleen maar medicijnen te hebben. En ik snap wel dat ze het allemaal een beetje spannend vinden, want hij medicijnen geven. En hoe gaat het beestje reageren als zij medicijnen geven? Dus ik snap het wel. Maar dan moet je gewoon even met z'n tweeën doen. Zolang je maar niet de hele week in een kooitje doet. Want dat vind ik gewoon echt niet chill voor zo'n beest. Dat moet je gewoon echt niet doen. Ga zwemmen! Worden jullie ook niet al langzaam al gek van dames en heren van een liedje? Ik vind het een leuk nummertje, alleen het blijft soms een beetje te veel in mijn hoofd zitten. Maar het is wel echt een zomerhitje van 2021. Nice. Nou, mijn vaste maaltijd voor tussenmiddag, dat is inderdaad ragout. Zie je dat? Oh, dit ziet er lekker uit zeg. Echt ragout, kijk dan. En een colaatje. Dus tas toe zou ik zeggen. Oké, jongens, dit is aan Job, kom eraan. Nee, ben je? Ik weet niet. Wat? Wat is dat nou weer? Schrik jij niet meer? Maar dit is de deur dicht. Oh. Nou, jammer dit. Nu denk ik de deur wel dicht, hè? Jongen. Ja, nu wel ja. Dan mag ik ook weer een keer geboren. Ik ben zwaaien met de camera. Nou, daar gaan we hoor. Tessa gaat dus hierin. Ben je het zeker? We komen net daaruit. Jeetje, en dan nu al gewoon hier weer in. Ongelooflijk. Thank you.
Yes! Oh, ik had je weer, ik had je weer. Zo, nou dat waren de kermismomenten. Dit was ook gewoon voor nu kermis Borculo 2021. Het zit erop. En ja, vraag me niet hoe het was. Want ik ben volgens mij ondertussen al 30 keer in die zweefmolen geweest. Zelf absoluut niet verwacht. Maar goed, het was wel super leuk. Tess hebben we uiteraard nog gefilmd. Jullie hebben nog beeld... Sorry. Jullie hebben nog beeld gezien van Tess inderdaad. En ja, kermis 2021 zit erop. Maar het was wel even leuk. En dit keer ook gewoon met Sophie in een attractie. Had ik ook niet verwacht. Dat is ook gewoon spontaan. Was absoluut niet gepland. Het was gewoon, ik kreeg een appje en zullen we naar de kermis gaan? Oké, ik ga naar de kermis. Helemaal prima. Maar hey, het was leuk. En jullie zien ook gelijk inderdaad dat ik met een andere camera film. En ik heb natuurlijk altijd gefilmd met mijn vlogcamera, met deze camera. En de reden voor deze camera is gewoon dat deze heeft een bredere lens. Dus voor de Efteling ook gewoon mooier. Hallo! Oh, jammer. Mislukt. Ja, de grootste reden eigenlijk dat ik deze meeneem met de Efteling is omdat die gewoon de lens is breder dan mijn vlogcamera. Mijn vlogcamera heeft een heel ingezoomde lens en deze is wat breder, dus dan kan ik jullie wat meer laten zien in de Efteling. Maar dat wordt wel leuk. En dit is trouwens Marije, die hebben jullie wel eens in de vlog gezien. Het was gezellig, hè, op de kermis? Ja, zeker. Je hebt alleen niks gedaan, jij. Hoeft ook niet. Zo, dames en heren, dat was de vlog voor vandaag. Hoop ik heb hier al meer een beetje van genoten. Zeg, vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, hier wil je niet gedaan. Zou dat nogmaals naar Sofie, het was super gezellig vandaag. En ja, nu gaat het er echt op aankomen, dames en heren. De volgende vlog morgen om 5 uur. Oei, oei, oei. Je hebt me maanden naar uitgekeken. De Efteling. Dit wordt nog wat. Dit wordt echt een bijzondere dag. Week. Een week. Voor mij een week, maar voor jullie een dag. Want ik ga natuurlijk alles in één vlog opnemen. Ja, dat wordt wat. Morgen om 5 uur vanuit de Efteling. Dus hopelijk zijn jullie erbij. Het wordt superleuk. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik check jullie morgen om 5 uur weer een nieuwe vlog. Blijf positief. En dan zou ik zeggen, zoals altijd. En ook vandaag. Peace.